winkeltje van Sarah. Om natuurlijk even gezond te eten en een lekker appelsapje te drinken. Ik heb zo'n zin in een appeltje voordat ik ga sporten. En dan kan ik natuurlijk even mijn crush zien. Hoi Sarah. Hoi Den. Heb je misschien een appeltje vandaag voor me en een appelsapje? Ik ga zo meteen namelijk sporten, dus ik moet er even goed en fit uitzien. Nou, klein probleempje. Alles is al uitverkocht. Hoe bedoel je alles is uitverkocht? Nou, de appeltjes en appelsap. En ik moet nog een nieuwe voorraad halen. Oh, spijt me, Dennis. Nee, je hebt helemaal niks. Mijn buik gaat echt een keer gewoon. Oké, dan Sarah. Dat is niet erg. Spijt me. Toch begint echt al slecht gewoon. Oh, ik heb zo'n zwaar leven ook. Nou ja, laten we maar naar de sportschool gaan van Blokzat. En dat is gelukkig hiernaast. Oh, eens eventjes kijken. Wat ga ik vandaag trainen? Armen of mijn benen of mijn buik? Misschien dat ik met hun mee kan trainen. Hier, pak staat deze voor je. Hey jongens, alles goed? Wacht, hoor ik nou een meisje? Nee, ik ben geen meisje, meneer. Ik ben een jongen. Zo zie je er wel uit. Kijk hoe dunne armpjes van jou is. Dit is geen sportkleding, maar dat pak je voor jou. Dunne armpjes? Ik krijg dan mega lang naar de sportschool. Elke dag kom ik hier. Mega lang? Dat is niet te zien. Oh ja? Wat doe je bij de sportschool dan? Het lijkt net als spaghetti sliertjes op je armpjes en benen. Spaghetti sliertjes? Wacht, ik heb jou nog nooit eerder gezien. Ik kan je zo opslurpen. Wat is jouw naam eigenlijk? Ik ben Jack. En ik ben heel erg jacked. Jacked? Wat is dat? Nou, heel erg gespierd. Zie mijn biceps niet? En mijn abs en alles. Mijn buikspieren. Ja, dat is een sixpack, hè? Dat heb jij niet. Nou, op een dag wel, hoor. Want ik ben al keihard aan het trainen hier zo. Hoe is het dan, hè? Met je kippen inderdaad. Oké, ik kan wel een push-up doen als het moet. Laat me zien dan. Oké. Hij begint helemaal te trillen, joh. Ja, wat een trappeling, joh. Dat is toch normaal? Check normaal? Hoe sterk jij bent. Jij kan hem wel uitzetten, denk ik. Ja, makkelijk. Hallo, ik train hier ook gewoon. Je bent net een veertje voor mij, joh. Zo licht ben jij. Nee, jij eruit. Geen meiden toegestaan hier. Geen meiden toegestaan. Mag ik hier niet sporten? Nee. Man. Ik wil hier ook niet eens zijn, oké? Wat een stomme dag, oké? Ik heb er helemaal geen zin in. Ik ga naar Zoe. Ik ga daar lekker klagen. Zoe, hallo. Oh, ben je er alweer? Wat is er nou aan de hand? Zoe, ik heb echt een slechte dag alweer. Alweer? Maar je komt hier echt mega vaak, hè? Dat weet je wel. Ja, dat weet ik, Zoe. Maar mijn dag is gewoon slecht, oké? Ik bedoel, wat ik wou wat nou eten halen bij Sarah. En alles was op. En naar de sportschool. Ik werd belachelijk gemaakt, gepest. Mijn leven is zo zwaar. Echt zo zwaar, Zoe. Jouw leven is zo zwaar? Waarom kom je zo sarcastisch over? Nou, omdat die van mij veel zwaarder is gewoon. Jouw leven is zwaar? Ja, zeker. Zoe, jouw leven is alles behalve zwaar. Het enige wat jij moet doen is hier staan en zeggen... Hoi, ik ben Zoe. Welkom bij de snoepjeswinkel. Miner? Wat heb jij nou weer gedaan? Dennis, doe je dit nou weer? Niet jij was het, Miner! Wat ga je nou doen alsof jij dit niet was? Jij komt net via het dak naar beneden. Je hebt het opgeblazen. Maar dat was ik niet. Wie was dat dan? Dennis? Wacht. Ik heb dat gedaan. Doe je dat nou weer? Nee. Dat het waar mijn leven is. Zoe, je ziet toch net dat ik hier sta dat ik letterlijk deed wat jij deed? Hoezo wat ik deed? Explodeer je niks, hoor. Zoe, je moet hem wel even begroeten dat hij hier is. Hoi, ik ben Zoe. Welkom bij de snoepjeswinkel. Hoe kan ik je helpen? Zie je wel, Zoe, dat is letterlijk wat ik net zei dat jij altijd zegt. Zo zwaar is jouw leven niet. En Miner, geef mij niet de schuld, oké? Ik zit hier helemaal niet achter. Jij hebt dit opgeblazen. Dat kan je wel boos doen tegen mij. Wat? Wat staat hier? Morgen blaas ik heel de tijd. Zoe, zie je dat? Zoe, lees je dat? Zoe, kom hier, lees dit. Wat moet ik lezen? Zoe, heb je dat gelezen? Hij zegt dat hij morgen alles opblaast hier. Oh, nu een beetje doen alsof je dom bent, hè, Miner. Alsof je van niks weet. Oké dan, Zoe. Maar jouw leven is alles behalve zwaar, oké? Zo moeilijk is het niet om een snoepjeswinkel te onderhouden. Nee, heel gat in mijn dak. Ja, en? En dan niet als één, hè? Als dat je enigste tegenslag is, is je leven echt niet zwaar, Zoe. Nee. En allemaal mensen, echt aparte mensen die hier binnenkomen. En sommigen betalen niet eens. Maar als je denkt dat het niet zo zwaar is, dan mag je morgen wel 24 uur lang in mijn schoenen staan, hoor. Je wilt dat ik 24 uur lang in jouw schoenen staan om te zien hoe zwaar jouw leven is? Ja. Zeker, dat zeg ik. Oké, Zoe, appeltjeitje, oké, dat doen we. Dan kom ik morgen terug en dan ben ik 24 uur Zoe. Ja, laat maar zien, hoor. Oké, dan zie ik je hier morgen, oké? Oh, wat is die wekker?
Ik ben wakker. Oh, het is 4 uur. Dat is waar ook. Ik moet naar Zoe toe, naar een snoepjeswinkel. Ik moet daar 24 uur lang nadoen. Zo, laten we naar buiten gaan. Wat doet Tommy wakker om 4 uur in de nacht? Tommy, wat ben je aan het doen? Dennis? Wat doe jij wakker? Wat doe jij wakker? Ik moet 24 uur lang Zoe nadoen vandaag. En jij? Ik doe mijn zeeogurken uitlaten. Zeeogurken uitlaten? Wat lach je nou, Dennis? Tommy, hoor je jezelf? Nou, ik heb een betere vraag, Dennis. Lijk je echt op een clown, Tommy. Nou, jij lijkt op een clown, Dennis. Zo lijk ik op een clown, Tommy. Heb je al gekeken naar jezelf? Je moet niet dezelfde grap bij me gebruiken. Ik bedoel, je gekeken naar mezelf. Wat is er mis mee? Jij zit te lachen naar mij, maar Dennis. Tommy, daar is hier niks mis. Ik zei toch, ik moet 24 uur lang Zoe nadoen. Wat denk je dat ik aan heb? Het pakje van Zoe, duh. Oké. Dat ziet er echt niet uit, Dennis. Heb ik het iets te letterlijk genomen, Tommy? 24 uur je hebt lang misschien Zoe iets te letterlijk genomen, ja. Oké. In ieder geval, succes met je zeeogurk uitlaat. Ik ga naar Zoe toe, oké? Oké, dankjewel. En gelukkig heb ik de sleutel van haar snoepjeswinkel. Zo, van het slot af. En wacht eens even, waar is Zoe? Hoor ik nou Zoe? Oh nee, Zoe ligt nog te slapen. Zoe ligt nog te slapen, laat haar wakker maken. Zoe, Zoe, wakker worden! Hallo, Zoe, word wakker! Oh, echt waar, ligt ze nog te slapen? Zoe, wakker worden! Wat doe je nou weer, joh? Lekker te slapen. Zoe, het is tijd voor de snoepjeswinkel, oké? Ik moet jou toch 24 uur lang nadoen? Hoe laat is het? Het is 4 uur in de nacht, Zoe. Het is 4 uur in de nacht. Ja, maar je zei, je moet morgen in mijn schoenen staan. Je hebt daar gelijk. Wat heb je aan? Wat ik aan heb? Hoe bedoel je wat ik aan heb, Zoe? Ik heb gewoon jouw pakje aan. Wacht eens even. Zoe? Wat is dat daar? Wat doet hij hier? Wacht eens even, Zoe. Wacht eens even. Ik ben hier Wat ben jij hier aan het doen? Ik kom snoepjes halen. Om 4 uur in de nacht? Ja. Oké, wat kom je hier erg doen? Ben je Zoe aan het spioneren midden in de nacht? Wacht, is Zoe hier? Wow! Oké, kind. Wacht, niet dat Zoe hier toch is. Doe nou niet alsof je dat niet weet. Doe nou niet alsof je niet weet dat Zoe hier woont. Hoezo? We hebben jouw papi en mami jou naar buiten gelaten, midden in de nacht. Ja, ik ben uit huis geglipt. Oké, kind. Kom hier, kom hier! Ik niet bij oppakken. Papi. Wegwezen jij. Wegwezen jij. Met je, ik kom om 4 uur in de s'nachts door snoepjes. De winkel is nog 3 uur lang gesloten, oké? Ik ga het tegen papi zeggen. Oh, echt waar, echt waar. Zoe, ik heb hem weggestuurd. Maar Zoe, Tommy zei dat ik het 24 uur lang nadoen van jou misschien iets te serieus had genomen vanwege mijn outfit. Ja, dat kan ik wel zien. Maar je weet wat te zeggen. Goede voorbereiding. Dat is waar ook. Kom Zoe, we gaan de snoepjeswinkel over. Hier naar beneden. En Dennis, even kijken. Zo, dat klopt. Heel leuk dat je zo enthousiast bent en zo. Wat is er Zoe? Wat is er? Maar je weet hoe laat het is, hè? Ja, 4 uur in de nacht, dat weet ik. Dat zie ik nog. Dus de winkel gaat pas over 3 uur open. En we kunnen niet eens open gaan. Wat heb je de dak gezien? Mensen zitten hier toch helemaal niet op te wachten. We moeten iemand bellen die het dak kan maken of zo. Ja, dat is waar ook. Ik had ook nog die poortjes weggehaald voor je, Zoe. Dankjewel. Ik denk dat ik dat wel kan regelen. Heb je een telefoon toevallig? Ja, natuurlijk. Oké, perfect. En wat ga jij doen in de tussentijd? Ik ga lekker verder slapen. Als jij dit hier regelt... Oké, dat is goed, Zoe. Ik regel dat wel, oké? Ja, want jij bent Zoe nu, hè? Dus dan kan ik lekker slapen. Oh, ja, dat is waar ook. Een zwaar leven, hè? Nee hoor, het is totaal niet zwaar. Oké, doei, Zoe. Laten we even een belletje gaan plegen. En ik weet de perfecte persoon. Hallo? Spreek ik met het bouwbedrijf? Hallo, ja, dat klopt. Ik heb een probleempje. Ik heb hier namelijk een dak open liggen, zeg maar. Die is geëxplodeerd. En ik zou die graag willen laten maken, als dat kan. Ah, serieus? Moet dat echt nu? Ja, je bent toch een bouwbedrijf? Er staat 24 uur per dag geopend. Maar daar heb ik toch helemaal geen zin in. Ik betaal dubbel, oké, als je nu komt. Oké, my best. Oké, dan zie ik je zo. Snoepjeswinkel in Brokstad, oké? Oké. Dat is geregeld. Hij wou bijna niet komen, maar hij komt elk moment aan. Dus dan hoeven we alleen nog maar te wachten. En dan wordt het dak gerepareerd. Wat duurt dat lang met hem? Wat duurt dat lang? Klopt, hallo. Volgens mij is hij er. Hallo? Hallo, meneer. Ben jij die meneer van de telefoon? Ja, dat klopt. Zoals je ziet, het dak ligt eruit. Het zou pijn zijn als je die kan repareren. Maar hoe wil je nou dat ik dit ga doen? Want ik heb helemaal geen ladder bij me, meneer. Wacht, wat? Hoezo heb je geen ladder bij je? Ik zei toch dat het dak het probleem was? Ja, maar ik wist niet dat het zo groot zou zijn. Oh, echt? Oké, ga je spullen maar halen, oké? Ah, oké dan. Oh, echt
Echt waar, echt waar. Ik hoop maar dat het allemaal op tijd is, want dan kunnen we op tijd open gaan met de snoepjeswinkel. Zo is leven, is alles behalve zwaar. Oké, mijn leven is wel zwaar. Oh, en nog een klein beetje hier zo. En kijk eens aan. We hebben niet alleen het winkeltje weer helemaal gerepareerd, maar ook meteen geverfd. Nu ziet de snoepwinkel er veel beter uit. En is het allemaal gelukt hier binnen? Wow! Ja, dit ziet er wel mooi uit, hè. Dit is mega vet. Alleen de tapijtjes moeten ook nog, als dat kan. Dat ja, moet ook allemaal nog heel. Ja, dan moet je nog even afmaken, meneer. Ik heb al een beginnetje gemaakt. Oké, super. Als je dat kan afmaken, dan roep ik even Zoe erbij, oké? Oké. Zoe, hallo, Zoe. Kom je nog? Ja, ik kom eraan. Heb je de snoepvallenrat al waar ik om vroeg? We moeten alles bijvullen, toch? Oké, perfect. Die staat hier zo. Dennis. Oké, zoals je kan zien, Zoe, het dak is gerepareerd hierboven. Niet alleen het dak zo te zien. Waarom is het allemaal geel en niet roze? Ik heb het deurtje nog geel gemaakt, meneer. Dat ontbrak nog. Kijk, perfect, meneer. Dan kan je gaan, oké? Je betaling geef ik je later. Oké, fijne dag, meneer. Dankjewel, hè. Fijne dag, later. Zoe, ik dacht de snoepjeswinkel kan wel een beetje een spice krijgen, weet je wel? Dat het net dus een mooier is. Ja, dus je dacht, dan doen we stel ze even tot tapijt. We maken alles geel. Hoezo nou weer geel? Omdat ik jou moet nadoen 24 uur lang. Ja, ik sta hier in de snoepjeswinkel. Jouw lievelingskleur is roze en paars, maar ik moet hier staan, Zoe. Want hoi, ik ben Zoe. Welkom bij de snoepjeswinkel. Oh, jeetje, is het al zo laat? We moeten echt de voorraad bijvullen. En zo praat ik helemaal niet, Dennis. Oké, dan Zoe, als jij het zegt, laat ik ook nog even de deurtjes dicht doen. Ja, doe dan maar. We vullen allemaal donuts, allemaal koekjes. Ja, zeker. En koekjes en nog meer snoepjes. Waarom heb je eigenlijk zoveel koekjes? Oké, zo, laat ik het bij de kastjes. Nou, gewoon van mensen die koekjes willen. Zo, tot daar. Anders. Wat snoepjes? Oh, dat zijn de drankjes. Zoe, maakt het uit waar het staat? Oké, ik plaats het hier wel. Nee hoor, dat maakt niet uit. Daar, die daar en dan deze daarin. Perfect, nu hoeven we alleen nog maar te wachten tot 7 uur. En tot nu toe, Zoe is haar leven echt een makkie. Zoe? Dennis? We staan hier al een paar uur en tot nu toe nog nul klanten. Je zei toch wel dat het druk was je leven? Ja, dat is het ook. Maar dat komt sowieso door de kleur waarin je mijn snoepwinkel hebt geverfd. Dat kan niet anders. Nee, ik denk dat ik wel een oplossing weet, Zoe. Daarvoor heb ik alleen even een verrekijker nodig. Oké, dan alsjeblieft. Oké, perfect, Zoe. En je moet je even omkleden, oké? Ik heb een uniform in de kastgangen erachter. Oké, dan. Perfect. En dan gaan we op die manier zometeen reclame maken. En het gaat echt hilarisch uitzien. Let maar op. Dennis. Wat is dit voor een uniform? Sorry, dit is een reclame outfit. Zoe, jij gaat reclame maken voor de snoepwinkel, oké? Reclame? Op welke manier dan? Nou, zoals ik al zei, het is mijn snoepwinkel nu. Want ik ben Zoe, dus ik bepaal hier van alles. Jij gaat buiten staan voor de snoepwinkel en roepen van... Welkom bij de snoepwinkel. Haal hier je snoepjes. Haal hier je snoepjes. Oké, Zoe. Veel succes. Hey. En doe de deur achter je dicht. Zo perfect. En laten wij naar haar balkon gaan. Dan kunnen we haar natuurlijk bespioneren. Haal hier je snoepjes. Oh, perfect. En laten we naar het balkon gaan. En dan kunnen we Zoe volgens mij zien vanaf hier. Jazeker. Kijk eens aan wie we daar hebben. Oh, haal hier je dus beste snoepjes. Waar zie dat nou een bedrijf? Kom hier vandaan, kom hier. Snoepjes. Ja, ik ga je opeten. Ik ga je opeten. Kom hier. Dat is Zoe in een bananenpak, oké? Dat is geen echte banaan om op te eten. Tommy, je weet toch dat bananen niet kunnen rennen en dat soort dingen? Oh, echt niet? Nee, maar kom binnen, Tommy. Welkom bij Zoe's snoepjeswinkel. Hoe kan ik je helpen? Dennis, wat doe jij nou weer? Nou, 24 uur lang Zoe nadoen, want ze zegt dat ze zo'n zwaar leven heeft. Nou, totaal niet dus. Oké, serveer me wat CEO-gurken dan. Die heb ik vandaag niet binnengekregen, Tommy. En die komen er ook nooit, Tommy. Dat je het maar even weet. Nee, die komen er nooit. Zoals je ziet, het leven van Zoe is alles behalve zwaar, oké? Nou, Zoe's leven is wel degelijk druk, hoor, Dennis. Oké, als jij dat zegt, Tommy. Dit is echt mega druk met de snoepjeswinkel. Nou, echt mega. Het is er nog maar één klant geweest, maar ik zie daar een tweede. Meneer, kom maar binnen, hoor. Ja, mag ik een snoepje? Want ik ben een beetje klaar van al het eten uit de prullenbak. Tuurlijk, meneer. Wilt u een verse smoothie anders of echt een snoepje? Oh, een snoepje en een smoothie. Ik heb wel een hele lekkere donut voor u, meneer. Eens even kijken. En lekker. Een smoothie om even lekker de keel schoon te spoelen, natuurlijk. Oh, ja, lekker. Ja, dat heeft u wel echt nodig, hoor. Dat hebben we van 3 diamonds, meneer. Dat voelde goed.
dankjewel. Oké, drie diamonds, meneer. Ja, dat heb ik niet, want ik ben toch een zwerver. Je bent een zwerver? Ja, dat zie je toch aan mij. Geen zwervers in deze winkel, oké? Help staan, wegwezen jij, hoor. Wegwezen jij, oké? Helemaal klaar mee, helemaal klaar mee. Dat rare, die rare mensen hier zo. Oké, dan. Zo, weet je wat? Opstaan jij, jij gaat er ook uit. Ja, hoezo ga ik er nou weer uit? We willen hier niemand hebben die CR-gurken bestellen, oké? Zo, wegwezen jij, wegwezen. CR-gurken zijn lekker snoepjes ook. Doei, Tommy. Zo, kijk eens aan, perfect. Ik zie wel, zoiets zo moeilijk is het niet. Die rare mensen, als je daar druk mee hebt, die stuur je gewoon weg, oké? Ja, dat kost tijd en dat is heel vermoeiend. Maar het bananenpak werkt wel, want er zijn wel meer klanten gekomen. Als jij dat denkt... Zoe, het lijkt dat we een andere klant hebben, meneer. Ja, heb jij een rode been voor me? Sorry, wat heb ik voor u? Rode been. Nee, maar ik weet al dat de roze varkens hier binnen niet zijn toegestaan. En dan heb ik het niet over u. Ja, maar dit is mijn varken, Bertha. Oké, ik heb daar wel wat voor. Eens even kijken. Heb je een worteltje voor Bertha, Mio? Geen wortels, wel donuts, meneer. Is dat ook goed? Oh, ik denk dat Bertha dat ook wel lekker vindt. Ja, prachtig. Meneer, daar is de deur. De deur is daar voor u. Ja, ik krijg Bertha niet onder controle. Kom naar Bertha, Bertha. Oké, dan. Bertha, eet de banaan, eet de banaan. Bertha, eet de banaan. Oké, ze hebben echt mega rare klanten hier. Maar als dat het enigste is, dan valt het toch wel mee. Zoe, je moet echt niet zeuren dat je leven zwaar is als je alleen maar rare klanten krijgt. Dat is het. Nee. Wat is dat? Zoe, dat is de miner weer. Hallo. Wat wil je? Miner, Zoe, doe nou niet alsof je hem begrijpt. Waar staat hem op? Koekie. Je weet wat hij zegt, hè? Oké, hij wil een koekje. Dat kan je ook gewoon zeggen in plaats van een hele snoepwinkel op te blazen, oké? Ja. Hier heb je koekjes, oké? En nu wegwijs jij, oké? Heel snel! Oké, ik denk dat we moeten sluiten voor vandaag. Ik denk dat we ook moeten sluiten, inderdaad, als ik het zo zie. Ik denk niet dat we klanten kunnen ontvangen zo. Dan ga ik naar Sam. Dan ga ik ook naar Sam. Hoezo ga je ook naar Sam? Omdat ik jou 24 uur na moet doen, Zoe. Hoezo? Als jij naar Sam gaat, ga ik ook naar Sam. Nou, laat dan maar zitten. Maar als je me echt 24 uur wil nadoen, dan kom je toch zo meteen straks vanavond naar het feestje van Sarah. Bij de discotheek, in een jurk. In een jurk? Jazeker. Want je wil mij toch zo nadoen? Oké, zo, dan zie ik je daar wel, oké? Is goed. Vanavond dus bij de discotheek van Blokstad. Ja, zeker. Ik ga mijn jurk aan doen. Ik ga naar mijn huis. Oké, succes, Zoe. We laten haar wel eens even zien dat haar leven niet zwaar is. Laten we een jurk aan doen. Zoe, ik ben er! Dennis, wat heb jij nou weer aan? Zoe, waar is je jurk? Ik ga toch niet in een jurk hier naartoe. Het is gewoon een normaal feestje. Maar je zat maar een jurk aan moest doen, Zoe. Wat zien we? Vond ik gewoon grappig. Oké, ik heb deze helemaal gestolen uit mijn moeders kast, oké? Dat is te zien, inderdaad. Zoe, lach me niet uit, oké? Kom mee, trouwens, we gaan zo een koffietje halen. Nee, maar Zoe, dit is niet dat je een zwaar leven hebt. Je bent me nu gewoon voor schut aan het zetten voor iedereen. Nee hoor, dat is niet waar. Namelijk voor mijn crush. Nou ja, de muziek is hier ook echt heel raar. Yo, ik heb een nieuw liedje. Hoi, Sarah. Heb je nou een jurk aan, Dennis? Niet te veel vragen stellen. Ik ben 24 uur lang Zoe aan het nadenken. Nee hoor, hij wilde gewoon de niezen zijn. De niezen zijn. Helemaal niet, Zoe. Jij zou dat ik in een jurk moest komen, oké? Helemaal niet. Dus wat zal ik dan nou weer zeggen? Dat is niks met een jurk dragen hoor, Dennis. Wat ga je me nou voor schut zetten bij Sarah hier, zo? Nee hoor, en weet je wat mooi is van die jurk? Nou? Komt uit zijn moeders kledingkast. Nee, leuk hoor, Zoe. Ja, wat is de film? Wat is de beest? Ben jij wel een echte DJ? Ja, zeker. Wat vond je van mijn nieuwe liedje? Ik weet niet echt wat ik ervan moet vinden, om heel eerlijk te zijn. Ik heb er heel lang aan gewerkt, oké? Het lijkt wel een beetje op een circus hier zo. En jij ziet eruit als een of andere piepo met je jurk. Oké, Zoe, ik ga. Ik ben er klaar mee. Ik ga hier weg, oké? Dan hang ik meteen. Kom je mee? Koffie? Oké. Wat is daar nou weer zwaar aan? Dat is gewoon heel zwaar, maar dat zul je wel zien. Hallo, meneer.
Ik graag een latte macchiato met halve melk, niet volle melk, want dat doen sommige mensen. Ja, mevrouw, en dan wil ik zo die schuim, wil ik zo geklopt hebben. Twee minuten lang, niet één minuut, maar twee minuten. En vervolgens wil ik nog aardbei bij, een frambozen bij, een beetje slagroom erop, natuurlijk het biertje erbij. En vervolgens wil ik er ook, hoezo? Dat wordt al en nog een beetje chocolade erbij. Dennis, bestel jij maar. Zoals wat ik net zei. Oké, geef het op. Ik kan dit niet, Zoe. Ik kan niet langer jou nadoen. Hoezo niet? Verschuttende. Wat je dagelijks doet, staat helemaal nergens op, oké? Dat is gewoon heel zwaar. Oké, ik geef het toe. Je hebt een zwaar leven, Zoe. Met al die rare klanten. Ik neem alleen maar stoer voor. Maar die klanten zijn mega raar. Je hebt een zwaar leven, Zoe. Ik heb geen zwaar leven. Je hebt een zwaar leven, oké? Ik geef het toe. En deze jurk en dat kind die mooi vindt. Ja, staat in de nacht en die bestellingen. Ik kan het allemaal niet, oké? Ik geef het op. Ik wil gewoon weer mezelf zijn. Ik wil niet meer die rare pakjes aan wat jij aandoet. Ja, meneer, ik hoef niks, oké? Ik ga er vandoor. Doei. Zoe nadoen was echt het slechtste idee ooit. Als je meer avontuur wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hem genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei. Doei.